Het gaat vooral over de periode vanaf 1980 tot nu. Hè. Wat is daar in de grote lijn? Heb je daar in het rapport ook al iets over kunnen zeggen? Ja, nou, een aantal dingen. Als we kijken naar de Nederlandse arbeidsverhoudingen, dan zien we flexibilisering heel erg toenemen. Het standaard idee nu is dat dat iets heel erg van de laatste 5 tot 10 jaar is. Waar wij op stuiten door middel van dit archiefonderzoek is dat dit eigenlijk al vroege jaren 80 speelt. En dat is denk ik wel een nieuwe uitkomst. Hè? Dus als we schattingen vanuit de jaren 80 meenemen en kaart brengen wat de flexgraad is, dan is die eigenlijk al veel groter dan nu vaak gedacht wordt in de jaren 80. Dat heeft te maken, deels, denken wij, op basis van het onderzoek dat we hebben gedaan, met eigenlijk hoe de polder in die periode vormgegeven wordt. Hè. Dus vroege jaren 80 is heel veel aandacht voor de gigantische werkloosheid, naar aanleiding van de economische crisis. Dus wat werkgevers en werknemers doen, is sluiten akkoorden om de bestrijding van werkloosheid gepaard te laten gaan, uit te ruilen, werkgevers- en werknemersbelangen, voor loonmatiging. Het akkoord van Wassenaar. En deeltijd, ja. En arbeidsduurverkorting, hè. Dus deeltijdwerk. Dat zou werkgelegenheid moeten genereren. En tegelijkertijd de economie moeten stimuleren vanwege loonmatiging. Wat daarin gebeurt is dat interne flexibilisering, en dus mensen die in een bedrijf minder gaan werken, wordt opgevangen. Niet met het inhuren van nieuwe vaste krachten, maar nieuwe tijdelijke krachten. En we zien dat flexibilisering daar eigenlijk direct opkomt binnen de context van die akkoord. En als je dan vandaag dus de feestelijke presentatie, een bijeenkomst, waarin een panel en mensen ook een beetje naar de toekomst kijken, zeg maar. En denk je, als je het zo hoort, dat, laat ik zeggen, er toch een verandering aan het optreden is? Als je kijkt naar vakbondsbeleid en, ja. En zou dat rapport van jou daar ook een rol in kunnen spelen? Ja, ik zie een aantal duidelijke veranderingen. Ik zie, wat vandaag ook geconstateerd werd, de manier waarop over flexibilisering wordt gedacht. Dat heeft enorme veranderingen ondergaan sinds de jaren 80. Maar die is nu ook heel sterk aan veranderingen onderhevig. Hè. Dus waar in de jaren 80 veel kritiek was, waar nog wel een onderscheid tussen die interne binnenbedrijf flexibilisering, dus mensen die flexibeler werken, en flexibele arbeidsverhoudingen. Dat onderscheid verdwijnt in de jaren 90, waarin alles een beetje begripsverwarring eigenlijk bijna plaatsvindt. Hè. Flexibeler werken wordt verward met flexibele arbeidsverhoudingen. Nu zie je veel meer kritiek op, hè, doorgeschoten flexibilisering. Dus je ziet ook een veel kritischere discussie over hoe moeten we hiermee omgaan. Tegelijkertijd het tweede punt is denk ik dat je de vakbeweging nu echt op zoek ziet gaan. Niet meer naar hoe gaan we dit reguleren, maar ook naar hoe gaan we excessen inperken. Hè? Hoe gaan we tijd weer keren? Hoe komt de vakbeweging weer aan zet? En ik denk dat dat een interessante discussie is. Dus daar is echt iets aan het veranderen.